Erik, we wisten dat de ongeslagen reeks niet eeuwig kon duren. Maar hoe zuur is het dat hij juist hier, juist na zo'n wedstrijd eindigt? Ja, heel zuur natuurlijk. Ik denk dat het heel nodig was, deze nederlaag. Want wij stonden goed en we hebben weinig weggeven. En als we in de tweede helft zoveel kansen creëren en niet eens maken, dan is het heel nodig. Laten we even beginnen bij het systeem, dat 5-3-2 systeem dat jullie speelden. Hoe was dat voor jullie, voor jou als speler? Ja, voor mij persoonlijk vond ik lekker. En ik denk dat wij ook goed stonden als team. Wij stonden goed daar achterin en alleen maar één momentje, dat was de goal. Maar voor de rest, ook met de opbouw, konden we de ruimte vinden. En ja, en de kans creëren, maar helaas hebben we niet gescoord. Ja, eerst zelf lieten jullie Vitesse veel aan de bal, een beetje meer het spel maken, zodat jullie er heel snel uit konden gaan. Was dat een beetje het plan vanaf het begin? Ja, wij zijn natuurlijk niet gewend om op dit systeem te spelen. Maar tijdens de wedstrijd hebben we gegroeid. En in het begin was, moeten we even kijken hoe we stonden. Maar overal denk ik dat wij hebben goed gedaan, maar helaas hebben we niet gewonnen. Ja, jullie legden in ieder geval al vanaf het begin meteen heel veel vuur in die wedstrijd, heel veel energie. Het was een intense strijd, hè? Ja, het klopt. Maar dat moet ook, we moeten scherp zijn in de duels. En als wij de duels winnen, de tweede bal winnen, dan kunnen we vanaf daar voetballen. En ja, we hebben redelijk gedaan, maar het was niet goed genoeg. Nee, want het wordt uiteindelijk op een detail beslist, zoals toppers vaker beslist worden. Die bal valt er overheen. Ja, dat is het dan eigenlijk, hè? Eén misschien mistiming van Marcos en het is beslist. Ja, dat is beslist. Wij moesten ook als team een beetje staan, denk ik. Maar helaas hebben we niet gedaan. Ja, vaak gaat het dan na afloop over de kansen die Feyenoord mist. Vaak gaat het erover dat Feyenoord de kansen niet creëert. Ja. Juist nu heel veel. Ja. Jij was een paar keer dichtbij. Je was misschien wel de gevaarlijkste aanvaller nog vandaag. Ja, klopt. Ik kon ook misschien 2 maken. Eén met je kop en met de voet. Maar zat er niet in vandaag. Natuurlijk is het ontzettend zuur om te verliezen. Maar ik hoorde net eerder al trainer Dick Advocaat die eigenlijk best optimistisch was. Omdat jullie heel behoorlijk speelden. Voel jij datzelfde, ondanks natuurlijk het zure gevoel van die nederlaag? Ja, zeker. Daarom is het heel zuur dat wij vandaag hebben verloren.